de economie aantrekt, wordt het tekort aan ongeschoold personeel zo groot dat vele bedrijven zich genoodzaakt zien arbeidskrachten aan te trekken uit landen rond de Middellandse Zee. De eerste Marokkaanse gastarbeider werd onlangs op het Centraal Station in Utrecht onthaald door Hare Majesteit de Koningin Juliana in hoogst eigen persoon. Welkom in Nederland. Welkom. Een jaar na de Maagdenhuisbezetting in 1968 keek de eerste Marokkaanse jongeman bij aankomst in onze moerasdelta zijn ogen uit. En wij noemen u gastarbeiders. Dat klinkt wel zo gezellig. U zult door uw werkgever worden ondergebracht in schitterende pensions of barakken. Maar als u goed uw best doet, zult u er al ras in slagen uw intrek te nemen in een van de vele fantastische grootstedelijke arbeiderswijken die ons land rijk is. Met 14 man in een huis zal het u aan gezelligheid niet ontbreken. Houd u vast. Ik ben ervan overtuigd dat u, na fortuin te hebben gemaakt in de schoonmaakbranche, want ik heb begrepen dat daar uw warme belangstelling ligt, u door heimwee overmand terug zult keren naar uw wortels in het Rifgebergte, waar u de aanstichter zult zijn van hervorming en ontwikkeling, opdat ook uw vaderland weldra de welvaart zal kennen die voor ons al zo vanzelfsprekend is geworden en wellicht ooit zal ontsporen in decadentie. Maar mocht u zich voor goed willen vestigen, dan blijft u natuurlijk van harte welkom. Dan kunt u over 2 jaar uw familie over laten komen om ook hen in de gelegenheid te stellen een heerlijk bestaan op te bouwen binnen de grenzen van ons koninkrijk. Blijf vooral uzelf. Met al uw schitterende gewoontes en gebruiken. U zult als drager van het hoogstaand cultureel en religieus erfgoed van de Arabisch-Islamitische wereld, uw neus ophalen voor de culturele verworvenheden van de Nederlandse rechtsstaat. En gelijk heeft u. Die nemen wij zelf ook met een flinke korrel zout. Wat je verhaalt, is nu eenmaal per definitie lekkerder. Doet u vooral geen moeite zich die foei lelijke Nederlandse taal eigen te maken. U zult zien met is goed en is niet goed en het aanwijzen van een brood komt Jan Splinter door de spreekwoordelijke winter. Ik hoop dat u de toekomst door net zo'n roze bril ziet als ik, maar kijkt u eerst maar eens een poosje door een zwarte. Alsjeblieft. Ik wens een glansrijke carrière en veel geluk in het Koninkrijk der Nederlanden. Ga zo door en gij zult spinazie eten. Of niet natuurlijk. Nou goed, kijkt u maar. Een prachtige ketting. Fantastisch, schitterend. Dat had u niet hoeven doen.